Welkom bij de armentraining van Sixpack plus Spiermassa trainingsschema. Tijdens deze video ga ik jullie laten zien hoe je je armen het beste kunt trainen, zodat je na 4 tot 6 weken keiharde spiermassa hebt en een keiharde sixpack. Hier zie je een overzicht van de oefeningen die we tijdens deze training gaan uitvoeren. Als je wil weten hoeveel herhalingen en hoeveel sets de oefeningen uitgevoerd moeten worden, heb je het gratis Sixpack plus Spiermassa trainingsschema nodig. Dit schema is verkrijgbaar via Fitness Body Supplementen. In dit schema staat precies hoeveel herhalingen en hoeveel sets je uit moet voeren bij elke training, zodat je het beste resultaat krijgt. De eerste oefening van deze schoudertraining is de dumbbell shoulder press. Belangrijk bij deze oefening is dat je de dumbbells diep genoeg laat zakken. Dit is ongeveer tot op je schouder. Wanneer je helemaal beneden bent, mag je het gewicht omhoog drukken. Bij het gewicht omhoog drukken hoef je de armen niet helemaal te strekken. Dat je diep genoeg zakt is het belangrijkste bij deze oefening. Probeer het gewicht rustig te laten zakken wanneer je weer naar beneden gaat. Op deze manier voorkom je dat je blessures krijgt en pak je de schouder zo goed mogelijk aan. Verder is het belangrijk dat je probeert om je rug de hele oefening tegen de leuning aan te houden. Dit zorgt ervoor dat je een rechte rug hebt en dat je geen last van je onderrug krijgt. Ik kies er zelf vaak voor om de eerste paar herhalingen met een zwaarder gewicht te doen en vervolgens over te schakelen naar een wat lichter gewicht om de laatste paar herhalingen af te maken. De tweede oefening uit het armenschema is de dumbbell side raise. Bij deze oefening is het belangrijk dat je een rechte rug houdt, dus dat je rechtop staat, met de knieën iets gebogen, en dat je de oefening rustig uitvoert, dus dat je niet gaat gooien met het gewicht. Vaak pakken mensen een te zwaar gewicht, waardoor ze gaan compenseren door hun bovenlichaam op en neer te bewegen. Bij mij zie je het ook ietsjes, dat maakt niet uit, maar zorg ervoor dat het niet te veel gebeurt. Want als dit te veel gebeurt, dan ben je meer je onderrug aan het trainen op een verkeerde manier dan dat je je schouders aan het trainen bent. Zorg dus voor een niet te zwaar gewicht, waarmee je het aantal herhalingen op een goede manier kunt halen. Zodat de oefening wel zwaar is, maar dat je niet hoeft te gaan swingen met je rug. Living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised South Detroit. He took the midnight train going anywhere. De derde oefening van het schema is de bent over race. De bent over race kun je staand en zittend uitvoeren. Ik ben zelf een voorstander van zittend uitvoeren, omdat je op deze manier veel beter kunt concentreren op de spier die je aan het trainen bent. Dit is namelijk de achterkant van de schouder. Vaak wordt een veel te zwaar gewicht gepakt, waardoor de oefening niet goed geconcentreerd uitgevoerd kan worden. Probeer hem rustig uit te voeren, zodat je echt de pijn in je schouders voelt en zodat je goed kan concentreren op de schouders. Let er wel extra op dat je tijdens deze oefening de borst vooruit drukt, zodat je een rechte rug houdt tijdens de oefening. De vierde oefening van het arme trainingsschema zijn de front raises. Ik doe zelf altijd bij elke set de eerste paar herhalingen met twee armen tegelijk. En vervolgens als dit niet meer lukt, dan doe ik ze om de beurt. Dus eerst rechts en dan links. Probeer tijdens deze oefening een rechte rug te houden, net als bij de andere oefeningen. En niet met je bovenlichaam omhoog en naar beneden te swingen. Probeer ook bij de schouderoefeningen elke keer de schouder aan te spannen wanneer je druk op de schouder zet. Dus wanneer deze samentrekt. En wanneer je het gewicht weer naar beneden laat zakken, kun je de schouder weer iets ontspannen zodat er een goede rekking op de schouderspier ontstaat. Bij alle schouderoefeningen geldt, hoe meer je de arm strekt, hoe meer je de schouder aanpakt en minder andere spieren belast. Houd je armen dus tijdens deze schouderoefeningen zoveel mogelijk gestrekt. Wanneer dit niet lukt, heb je waarschijnlijk een iets te zwaar gewicht en kun je misschien beter een kilootje lager pakken. De biceps en triceps pakken we tijdens dit schema net even iets anders aan als andere spieren. Wat we namelijk doen is een bicep oefening en direct erachteraan een tricep oefening zonder rust. Op deze manier krijg je een heerlijke pomp in de armen die je nooit zult vergeten. We doen 3 oefeningen voor de triceps en 3 oefeningen voor de biceps.
Oké, de eerste oefening voor biceps en triceps zijn machine curls voor de biceps in combinatie met overhead triceps extensions. Bij de bicep curls is het ontzettend belangrijk dat je helemaal naar beneden zakt, zodat je de bicep helemaal opstrekt. En vervolgens, wanneer je het gewicht weer omhoog brengt, span je uit alle macht je bicep aan. Concentreer je echt op de bicep. Elke keer weer dat je het gewicht omhoog brengt, concentreer je op het allerhardste aanspannen van de bicep, zo hard als je kan. Vervolgens laat je hem weer zakken, zodat er een goede strekking op de bicep ontstaat. Maar wanneer je hem omhoog brengt, span je hem weer aan met alles wat je in je hebt. Op deze manier groeien je armen. Het zitgedeelte van deze oefening goed afstellen is ook belangrijk. Zorg ervoor dat je met je oksel goed op de kussen zit. Op deze manier kun je je goed concentreren op de bicep en kun je hem goed isoleren. Vervolgens, wanneer je de bicep oefening gedaan hebt, ga je door naar triceps extensions. Hierbij is het ontzettend belangrijk dat je ook weer diep genoeg zakt, zodat er een goede strekking op de tricep ontstaat. En vervolgens strek je de armen helemaal totdat ze niet meer verder kunnen en span je de tricep uit alle macht aan. Het moet bijna pijn doen zo hard als dat je hem aanspant. Als je deze twee oefeningen goed uitvoert achter elkaar en elke keer goed strekt en goed aanspant, krijg je echt de ziekste pomp uit je leven. Helemaal als je dit in combinatie doet met een pre-workout, zoals Rush of The Curse. Je pompt zo ontzettend veel bloed in je biceps en je triceps dat het voelt alsof je de Hulk bent. De tweede oefening voor de biceps en triceps zijn de incline hammer curls en de rope tricep pushdowns. Bij de incline hammer curls is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je de arm tot helemaal beneden laat zakken en helemaal omhoog brengt totdat hij niet meer verder kan. Bij het omhoog brengen is het weer belangrijk dat je zo hard mogelijk aanspant en concentreert op de bicep wanneer je dit doet. Probeer de bovenarm de hele tijd op dezelfde plek te houden en alleen de onderarm op en neer te bewegen. Bij de opnames van de laatste drie oefeningen was er iets fout gegaan. Daarom heb ik opnames van een andere training genomen. Vandaar dat ik andere kleren aan heb tijdens de laatste drie oefeningen. Maar ze horen allemaal bij dezelfde training. Bij de rope tricep pushdowns is het belangrijk dat je aan het einde de handen uit elkaar duwt naar de zijkant toe. En belangrijk dat je de schouders naar achter probeert te houden de hele oefening, zodat je een rechte rug houdt. Probeer niet te zwaar gewicht te pakken en elke keer wanneer je naar beneden gaat en de arm naar de buitenkant duwt, moet je proberen om de tricep zo hard mogelijk aan te spannen. Succes! De tricep bestaat uit drie verschillende gedeelten. Deze drie gedeeltes worden alle drie gepakt met deze oefeningen. De bicep bestaat uit twee verschillende gedeeltes. Deze wordt ook hard aangepakt met deze oefeningen. De allerlaatste oefeningen van deze armentraining zijn de bicep barbell curls en de tricep pushdowns. De bicep barbell curls kun je ook uitvoeren met dezelfde stang als waarmee je de tricep pushdowns doet. Kijk bij deze oefeningen goed naar hoe ik de stang vasthoud. Mijn handen leg ik bovenop de stang in plaats van aan de onderkant. Dus ik trek de stang als het ware omhoog in plaats van dat ik hem omhoog duw. Let verder weer op het aanspannen van de bicep wanneer je de stang omhoog brengt en op een rechte rug. Bij de tricep pushdowns is het weer belangrijk dat je de schouders goed naar achter drukt, zodat je een rechte rug houdt. En dat je het gewicht tot helemaal beneden brengt. En wanneer je beneden bent, dat je de tricep uit alle macht aanspant en de arm helemaal strekt. Vervolgens kom je weer terug. Dit kan tot 90 graden of iets hoger. En daarna dan span je de tricep weer uit alle macht aan en ga je weer tot helemaal beneden. Deze oefening kun je meestal met een vrij zwaar gewicht uitvoeren. Doe dit dan ook.
nothing changes.